Het kabinet gaat de komende jaren aan de slag met de adviezen uit het rapport Deel en Verbind, om zo de kennis over de geschiedenis van Nederlands-Indië en Indonesië bij zoveel mogelijk mensen te vergroten. Door de eeuwen heen waren de Molukkers gaan samenwerken met de Nederlanders. En de Nederlanders hadden de Molukkers heel erg nodig, want dat grote Nederlands-Indië, dat was een heel groot rijk. En met een handjevol Nederlanders kon je dat niet besturen, dus ze gingen... Vanuit het werkteamcurriculum van basisschool De Waai is nu een leerdoel opgenomen met betrekking tot deze groep Molukkers die naar Nederland werden gebracht en de komst naar Kuik. Dus zozeer waren de Molukkers, het Ambonse volk staat even voor alle Molukkers, zozeer waren de Molukkers een steun voor de Nederlanders. Wijk TV De Valuwe is terug naar de schoolbanken. Vandaag zijn we namelijk op bezoek bij De Waai in Kuik. En er is vandaag een bijzondere les geweest hier, namelijk over Molukse voetstappen in Kuik. Nou, bij mij heb ik een paar van die mensen die daar heel druk mee bezig zijn geweest. En stel je even voor, alsjeblieft. Mijn naam is Nandeke Wiegert. Mirna Goenink Mastail. Trees Brouwer Kalwilam. Nou, en wie mag ik het woord geven? Een gastles in De Waai. Dat wil zeggen dat wij de verrijking aanbieden eigenlijk in de les. Doordat wij laten zien wat er in het dagelijks leven bij de kinderen ook aan de orde is met betrekking tot de geschiedenis. Dat doen wij door een presentatie te geven en door de levende boeken als het ware aan te bieden. Dus een verhaal vanuit een persoon. Niemand die kwam zeggen, oh, welkom in Kuik. We kregen allemaal ons huis naar me toegewezen. Ik zat op nummer 22. Nou ja, als klein kind, ik was 8 jaar. Ik dacht, jezus, wat een mooi huis. 4 verdiepingen, een kelder hadden we en beneden. We hadden een slaapkamer boven en een zolder. Nou, dat kon niet op. Op school was het ook wel heel spannend, de eerste dag op school. Want iedereen, ze kenden jou nog niet, het waren donkere mensen. Dus iedereen wilde bevriend met je zijn. En dat was wel heel spannend, maar het was ook minder. Ik heb ook mindere dingen gehad. Dat je uitgescholden werd. Als zwarte pinda. Maar er was ook wel leuke dingen. Ook minder. Maar we hebben dus... wat ik dus heel jammer vond van de aankomst hier. Dat wij niet ontvangen werden, had ik gezegd. En dat op school eigenlijk niets over onze geschiedenis verteld werd. Wel wat er in de Gouden Eeuw gebeurd was, maar niet daarna. Dus dat wij hier naar Nederland kwamen. Dus wij werden eigenlijk gezien als gastarbeiders. En dat was niet leuk, natuurlijk. Want mijn vader heeft gevochten. En daarom is hij ook in Nederland gekomen. 2 jaar geleden is het 70 jaar geleden dat er Molukkers naar Nederland werden gebracht. En 60 jaar geleden dat er Molukse gezinnen in Kuik kwamen wonen. En vanuit daar had de toenmalige burgemeester het idee om een reizende tentoonstelling naar Kuik te laten komen. Om dus meer informatie hierover te geven aan Kuikenaren en mensen in de regio. Vanuit een werkgroep daarvan hebben we een aantal pijlers gehad, waaronder ook... de grafrechten, een monument voor het Molukse, voor de eerste generatie. Een stukje educatie in de vorm van een videoboodschap en gastlessen. En ook een expositie en daarbij de reizende tentoonstelling een invulling geven. Ja, deze klederdracht is specifiek van het eiland Tanimbar. En wat je ziet is een bepaald manier van weven met een weefgetouw. Dit is de ikat met verschillende kleuren. Dus net zoals dat je in Nederland ook verschillende dialecten hebt en verschillende culturen, eigenlijk ook binnen in Nederland zelf, is dat op Indonesië nog veel meer. De eilanden zijn allemaal van elkaar afgelegen. Onder andere de schelpen zijn herkenbaar, de halve maan, Tante Rut. Sorry. Kunt u iets vertellen over de hoofden, wat er op het hoofd heeft? Deze. Is een... Paradijsvogel. Ja. Is opgezet natuurlijk, het leeft niet meer. En een halve maan. Ja, de halve maan. En hier heb je ook bloemetjes. Die komen voor in Indonesië deze. Hij heet de Lelimuku.
De orchidee. Nederlandse naam? Orchidee. De orchidee. Ja? En er zijn liederen ook over geschreven. Ja. 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 En dan haren worden altijd in een knotje. Zien jullie dat? Even onderwijs staat. Ja? Jij bent een van de mensen die zo'n gastles ook medegeeft. Wat vertel je zoal aan de kinderen? Ik vertel vooral eigenlijk de gezamenlijke geschiedenis tussen Nederland en de Molukkers. Want de Molukkers kwamen 70 jaar geleden naar Nederland, maar de Nederlanders gingen 4 eeuwen terug naar de Molukken toe. En die hele geschiedenis daartussen, die vertellen wij in zo'n les. En waarom is het zo belangrijk om dat nu te vertellen aan die kinderen? Ja, de doorwerking van deze geschiedenis is er nog steeds. Dus we hebben hier de tweede generatie, de derde generatie. Inmiddels heb je zelfs de vierde en de vijfde generatie. En omdat het zo'n onderdeel is van de Nederlandse geschiedenis, vinden wij eigenlijk dat iedereen dat moet weten. Maar het is natuurlijk niet alleen de Molukse gemeenschap die hier woont. We hebben ook de Turkse, de Marokkaanse en nog 90 nationaliteiten meer, denk ik. Waarom specifiek het Moluks dan? De Molukse geschiedenis en de Nederlandse geschiedenis is echt al heel oud. Dus dat is sowieso belangrijk. Maar ik heb bijvoorbeeld in het verleden gewerkt bij het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers. En daar deden we ook projecten met de andere groepen. Want het is heel belangrijk dat je je eigen ouders of grootouders gaat interviewen over je eigen geschiedenis. En dat je dat aan de anderen vertelt die daar misschien niet zoveel over weten. Ja. Merk je dat je de kinderen er wel echt in geïnteresseerd zijn nu in de andere nationaliteit? Nou, omdat we toevallig vorig jaar wat gastlessen hebben gegeven bij ons, is er iets meer bekendheid gegeven. Kinderen denken, hey, dat wist ik helemaal niet. En dat vind ik wel heel fijn, dat nu wel gebeurt. Ja, want u bent van de tweede generatie. Van de tweede generatie, ja. Ja, kunt u dan ook echt aan de kinderen vertellen van hoe het voelt om toch net een andere Nederlander te zijn? Ja, natuurlijk. Uit mijn eigen ervaring kan ik vertellen hoe ik me voelde. En dat heb ik net een klein stukje mogen doen. Maar er zijn natuurlijk meer verhalen. Maar dat kan je niet allemaal vertellen. Maar in ieder geval, ik vind het wel altijd fijn als iemand ernaar vraagt. Ik zal het nooit zomaar uit mezelf doen. Nee, maar het is wel zoiets van, u praat er wel graag over. Nou, als het even kan wel, ja. 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 Het zijn natuurlijk hele leuke herinneringen, heb ik ook gehad. Dus ja, waarom niet? Ja. Nou, geschiedenis is belangrijk, want wie het verleden vergeet, kan niet naar de toekomst kijken, toch? Ja, helemaal mee eens. En ook met name het heden. Er zijn heel veel raakvlakken met hoe destijds de voormalige KNIL-militairen, waaronder mijn opa ook, naar Nederland zijn gekomen. Met hoe er nu mensen worden ontvangen in Nederland door diverse redenen. Daarbij ook dat gezegd hebbende, vind ik het ook heel fijn om te mogen delen waarom en in welke hoedanigheid mijn opa hier naartoe is gekomen. En dat we het dan hebben over een bepaalde groep migranten die toch wel heel specifiek een eigen etiket hebben eigenlijk. Doordat zij in dienst zijn geweest van Nederlandse Indië zelf. Dus ook deel hebben uitgemaakt van Nederland. En dan heb je het qua migratie weer over een heel iets anders. Dat het niet uit een ander land is geweest destijds. Ja. Nu hier in Kuik, maar ga je er ook breder mee? Ga je ook naar andere plaatsen? Ja, ik ben aangehaakt bij de Kuikse werkgroep. Ik kom zelf uit Utrecht. Maar wij zijn bezig met landelijke projecten. Dus overal in Nederland waar men op scholen meer wil weten, kunnen wij terecht. Maar we hebben ook de website gemaakt, moluksevoetstappen.nl. En daar kunnen leerkrachten en leerlingen terecht om zelf materiaal te bekijken. Ja, dus wij komen langs, maar je kunt ook naar de website gaan. En nog even, hoe is het ontvangen door de kinderen hier? Ja, de reacties zijn heel leuk, heel positief. Ik vind het heel leuk om terug te krijgen dat ze het leerzaam vinden, interessant vinden. En dat ze ook zelf met een aantal dingen komen. Dat ze ook weten dat een oom van hen bijvoorbeeld in Nederlands-Indië heeft gevochten. Dat ze daar thuis ook over praten. En als ik zie dat ze allemaal aan het knikken zijn, als ik vraag, kom ook kijken bij de expositie of vertel ook wat over dit onderwerp bij je ouders aan de hand van de kennisbanken online. Ja, dan vind ik dat wel heel mooi om te zien dat ze dan allemaal volmondig ja aan het knikken zijn. Ja, dat is gaaf. Dat doet me goed. Dus het doel, heel Kuik en heel Nederland bereiken? Ja, juist. Ja, dat is het doel. Nog meer Molukse voetstappen zetten. Ja. Dank jullie wel. Dank je wel. Graag gedaan. Ja.